Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een reading doen voor de schorpioen voor de maand november. Hallo schorpioen, ik hoop dat alles goed met je gaat. Wat is er voor de schorpioen in de maand november? Of zoveel eerder dat je deze reading ziet? Nou, het is vandaag al de laatste van de maand. Wat is er voor de schorpioen? Deze moet eruit. Tijd is vloeibaar. Kijk wat resoneert. Als het helemaal niet resoneert, dan is het gewoon niet je reading. Soms zijn er details die heel erg op jou slaan. Misschien iemand in je omgeving die schorpioen is die het meemaakt. Oh, dat is wel heel duidelijk dat die eruit moet. Wat hebben we voor de schorpioen in de maand november? Ja, ik wil nog één kaart hebben. Ze gaan als een speer vliegen ze uit de stapel. Ik hoef er niets aan te doen. Oh. Mocht je een persoonlijke reading willen, dan kun je je aanmelden via de mail. Deze moet eruit. Nou, we gaan eens kijken. Ik ben heel erg benieuwd. Lief waterteken. Kijk eens, dat begint al goed. Er is een stille bewonderaar in je omgeving. Ben je zelf verliefd op iemand misschien? Iemand waar je al hele tijd een oogje op hebt of pas sinds kort. En dat je jezelf nog niet bloot durft te geven. Misschien een collega of iemand die in dezelfde wijk woont. Kan van alles, kan iedereen zijn. Iemand op social media. Nou, ben benieuwd. Maar er is ook iemand met een dubbel gezicht. Iemand die een masker ophoudt. Dat zou natuurlijk die stille bewonderaar kunnen zijn. Want die geeft zich niet bloot. Alleen, ik heb het gevoel dat het twee verschillende mensen zijn. En dat je deze wel kent. Dat je deze persoon kent. Iemand die de schijn ophoudt. Iemand die doet alsof. Iemand die misschien wel bang is voor iets. Zichzelf niet wil laten kennen. Oh, je bent niet erg georganiseerd bezig. Ben je druk in je hoofd, schorpioen? Zit je met van alles en nog wat en... Weet je even gewoon niet welke kant je op moet denken? Is er te veel? Kun je het niet verdelen met anderen? Komt er te veel op je eigen bordje? Je bent in ieder geval niet echt heel praktisch bezig. En, en er is hier een persoon die zijn gevoel negeert. Iemand die daar volledig aan voorbij gaat. En ik proef hier heel erg dat dat te maken heeft met dat het gewoon beter uitkomt. Niet omdat je niet bij je eigen kern kunt komen, maar gewoon omdat het beter uitkomt om eventjes niet te voelen wat je voelt. Heeft dat misschien te maken met een persoon in je omgeving die dat masker op heeft en dat jij nog net niet het moment vindt om diegene te ontmaskeren? Omdat het allerlei consequenties kan hebben. Op het werk of in een gezinssituatie of in de liefde. En dat je eigenlijk het nog maar een beetje laat doorsukkelen. Want dat is wel een gewoonte geworden in deze situatie. Dat voel ik heel erg voor de schorpioen. Om dan maar even gewoon net te doen alsof. Ja. En we hebben hier te maken met iemand die uit angst handelt. Maar je mag vertrouwen hebben, schorpioen. En het kan ook zijn dat het iemand is waarmee jij te maken hebt. Iemand in je directe omgeving. Maar er wordt door iemand heel erg uit angst gehandeld. En dat zou ook te maken kunnen hebben met die persoon die niet met de billen bloot durft. Misschien ben je het zelf, schorpioen. Of is het je antecedent? Ik ben heel erg benieuwd. We gaan verder kijken in de kaarten. Maar het heeft alles wel een beetje met elkaar te maken. Je gevoel ontkennen en negeren.
Je negeert, je ontkent het gevoel niet naar jezelf, maar in het handelen ernaar wel. Je houdt de boel een beetje, je houdt de ballen in de lucht. Terwijl er eigenlijk wel een paar ballen zouden mogen vallen. Omdat het niet klopt. Het is niet wat je nodig hebt. Deze moet eruit. 666. Kijk eens. 666 heeft te maken met in balans zijn. In balans komen. In balans zijn. Na een heleboel ballonnetjes die opgelaten zijn geweest. Concepten, voorbereidingen. Dingen die ook al gelanceerd zijn. Het onderzoeken van zaken, het uitzoeken van dingen, oriënteren. Er is een heleboel al in gang gezet om uiteindelijk tot de zessen te komen. Kijk ook eens op internet als je geïnteresseerd bent in dubbele getallen. Want daar vind je van alles over de betekenissen. Maar het heeft in ieder geval te maken met in balans komen. En ik denk dat dat hier heel erg te maken heeft met dat er nog iets naar buiten mag komen. Dat er iets nog onthuld mag worden. Ja, een dubbel gezicht. En ik heb ook heel erg het gevoel dat er meerdere mensen met dat dubbele gezicht zijn. Omdat de een masker op heeft, gaat de ander zich ook in een soort kokonnetje terugtrekken. En niet meer zichzelf laten zien. Dus dat gaat elkaar in stand houden. Oh, deze valt eruit. Er komt een telefoontje, schorpioen. En dat telefoontje gaat alles veranderen. Oh, waarom heb ik nou het gevoel dat dat misschien die stille bewonderaar is? Of dat jij zelf dat telefoontje gaat plegen. Maar ik heb het gevoel dat je gebeld gaat worden. Of ge-sms't. Of ge-appt. Er gaat iets gebeuren waardoor alles op zijn kop staat. Deze, die flapt ook al om. Oh, kijk nou. Oh, ja. Het is de bedoeling dat je diegene gaat blokkeren. Ja, zou het kunnen zijn dat er iemand is die zich... die misschien een ex is en die probeert om weer opnieuw bij je binnen te komen? En is dat misschien de stille bewonderaar? Dat vraag ik niet hoor, maar ik vraag het me wel af. Want we gaan het meemaken. Dit is de reading voor november. En vanaf het moment dat je deze reading natuurlijk kijkt. Hè? En tijd is vloeibaar. Ja, ik heb het gevoel dat dit telefoontje, dat verandert alles. Maar dat zou zomaar kunnen betekenen in de verandering voor jezelf, dat voor jou het roer omgaat. En dat je denkt, en nou is het klaar. Nou ben ik er klaar mee. Ik wil door. Je wil in balans komen. Je wil door. Je wil door. En ik denk ook dat dat te maken heeft met het feit dat je niet echt heel praktisch bezig bent. Omdat er zit nog iets wat broeit in de lucht. Er mag nog iets opgehelderd. Er mag nog iets... hoe zal ik het zeggen? Er moet een ontlading plaatsvinden. Geld is belangrijker dan liefde. Kan het zijn dat je heel erg bezig bent met zaken doen en dat je de liefde eventjes op een lager pitje hebt gezet? Juist omdat je weet dat je te maken hebt met iemand met een masker op en dat je daar eigenlijk gewoon geen energie voor hebt ook om daar doorheen te breken. Geen energie en geen zin. Ik voel heel erg dat er een reden voor is dat er hier iemand is die, die daar nog niet doorheen wil breken. Omdat het misschien gevolgen kan hebben. Net zoals dat telefoontje. Het heeft gevolgen. En ik heb het gevoel, schorpioen, dat je daar nog niet aan toe bent om dat te overzien. De herfst, daar zitten we middenin. Het zou zomaar kunnen betekenen dat dit op dit moment al aan de gang is. Midden in de herfst. Deze valt ook. Ze vallen zo om. Ongelooflijk. Ja, onzekerheid. Onzekerheid speelt een rol. En dat kan, dit kan heel erg te maken hebben met die angst. Dat je uit angst handelt omdat je...
jezelf niet vertrouwt of omdat je dat je gevoel niet vertrouwt en dat je misschien geleerd hebt om veel te veel te vertrouwen op andermans gevoel en mening. En dat je nu wordt uitgedaagd om toch echt werkelijk bij jezelf te blijven. Zelf te voelen, wat moet ik hiermee? Wat wil ik hiermee? Wat klopt hier niet? En wanneer ga ik daar, wanneer ga ik daar iets mee doen? Wanneer durf ik iets? En je bent onzeker, je kent je eigen waarde niet, maar je weet dat er iets is wat niet fijn voelt. En het zou zomaar kunnen zijn dat telefoontje wat er aankomt, dat je eigenlijk al weet van wie dat telefoontje is. En dat dat iemand is die jij niet aan de telefoon zou moeten hebben. Moeten zeg ik in dit geval, want je moet helemaal niks. Oh, kijk nou. Kijk nou. Ja, ongelooflijk. Ja, wat zei ik nou net? Dat dit misschien een ex is. Of degene die gaat bellen. Maar die stille bewonderaar, dat zou ook een ex kunnen zijn. Een ex die probeert om weer ingang te krijgen. Heb je het uitgemaakt onlangs, schorpioen? Heb je een relatie beëindigd? Heb je tegen iemand gezegd dat je er eigenlijk mee wil stoppen? Of zit het nog in een soort, het is niet aan, het is niet uit fase? Dat iemand bijna ex wordt, maar denkt, ik kan misschien nog proberen om toch nog binnen te komen. Maar op een of andere manier is er angst en je bent er onzeker over. Terwijl je eigenlijk wel weet wat goed voor jezelf is. Maar deze kaarten hebben allemaal te maken met onzekerheid. Het negeren van je gevoel. Het handelen uit angst. Je eigen waarde niet weten. En dat kan heel goed de reden zijn dat je je gestort hebt op werk, omdat de liefde even niet aan jou besteed is. Dat jouw gevoel is, dat de liefde even niet voor jou is op dit moment. Dat je het eventjes in de koelkast hebt gezet. Maar er is hier een ex. Ja, en die mag geblokt worden. Want diegene die probeert maar en die probeert maar. En je hebt op een of andere manier geen rust. En het kan ook een vice versa verhaal zijn, hè? Dat jij diegene bent, maar dat gevoel heb ik niet. En het kan een relatie zijn tussen man-man, vrouw-vrouw, vrouw-man. Maar het heeft hier, ja, het zou zomaar kunnen zijn dat er, dit is niet de bedoeling. Ik weet niet of er sprake is van misschien een lichtelijke stalking. Hè, dat iemand briefjes in de bus doet. En op zich niet kwaad, maar wel zich probeert een beetje anoniem te houden. Een stille bewonderaar, dat zou zomaar de ex kunnen zijn, of de bijna-ex, die toch nog probeert om voet aan de grond te krijgen. Ja, en je weet wat je te doen staat, schorpioen, je weet het al. Je weet het al, want het is niet goed voor je. En misschien is dat toch diegene met dat dubbele gezicht. En dat dat de reden is dat de relatie ook, dat je die eigenlijk wil beëindigen, dat een reden kan hebben. En omdat je jezelf ook niet meer kon zijn. De ander was niet zichzelf en jij ook niet. Ik had van de week een vergelijkbare reading. Het is echt, het is een pittige, pittige tijd lijkt het voor alle tekens. Ik wil nog één kaart hebben. Dan ga ik naar de wijsheid van de orakel. Maar je komt in balans. Maar dit mag eerst uit de wereld. Kijk nou, de tweeën. Ongelooflijk. Ik kondigde het al een beetje aan. Hè? Dingen die in concept zijn, die in de maak zijn. Een soort voorbereiding die daar aan vooraf is gegaan. En dit heeft al een langere aanloop. Dit is natuurlijk niet van vandaag, van gisteren op vandaag en vandaag op morgen. Er is hier al langer sprake van een situatie waarop de tenen wordt gelopen. Het is ongelooflijk, want deze reading die lijkt ook op de reading van, ik denk, de boogschutter. Ik weet het niet uit mijn hoofd.
Maar schorpioen, er is hier sprake van een relatie die of al uit is of bijna uit. Kan het zijn dat je misschien al een beetje hebt aangekondigd dat je zit te overwegen om er een einde aan te maken? En dat die ex opeens, of die bijna ex opeens achter zijn oren is gaan krabben en denkt van dat mag niet, ik wil er niet kwijtraken. Die tweeën die staan voor dingen die, ja, die al in voorbereiding zijn. Ja, en dit, de zessen hebben te maken, want er zitten natuurlijk nog stappen tussen, hè, van de 3, 4, 5. Maar de zes betekent dat er weer een rustiger vaarwater is, dat de dingen weer gesetteld zijn, gestabiliseerd. Ja. Maar omdat je nog niet helemaal, je staat nog een beetje wankel op je voeten. En dat is ook de reden dat je je eigen kern, dat je nog niet daarnaar durft te handelen. Ja, er is angst, er is ergens angst. Misschien wel voor de reactie van de ander. De consequenties die het kan hebben, de gevolgen. Hoe neemt die ander het op? Wat hebben de wijsheid van de orakelkaarten? Wat is er voor de schorpioen? Deze moet eruit. Ademhalen. Kijk nou toch eens. Ademhalen. Het is een prachtige kaart. Echt zo mooi. Prachtige kleuren. Je wordt hier ook helemaal rustig van. Maar dit is schorpioen. Wat jij mag doen op dit moment. Ademhalen. Want je bent te druk in je hoofd. Je gaat mee eigenlijk in de positie die die ander ook inneemt. Met niet meer jezelf kunnen zijn. Ergens durf je niet. Ergens durf je niet. Je durft niet een knoop door te hakken. En laat het een beetje sudderen. Om de harmonie misschien toch maar een beetje te behouden. Maar het gaat toch gebeuren. Ademhalen, adem in, adem uit. Probeer jezelf een beetje te kalmeren in dit gevoel. Maar je weet dat je er niet meer onderuit kan. Je weet dat het gaat gebeuren. Alleen op een of andere manier heb je nog wat kracht te nodig om de kracht te vinden om het te doen. Ik ga de Osho-kaart erbij halen. Ademhalen. Oeh, hij valt al. Maturity. Oh, het is een prachtige kaart. Maturity. Ik ben heel benieuwd. Ik ga hem voorlezen. Ik moet even niezen. Sorry daarvoor. Maturity. Prachtige kaart. Oh, word er helemaal blij van al die kleurtjes. Even kijken. Ik hoop dat het een hele fijne, positieve boodschap is die je nog. Ja, die je stimuleert in deze situatie. Volwassenheid. Deze figuur staat alleen, stil en toch alert. Zijn innerlijke wezen is gevuld met bloemen, die overal waar hij heen gaat een geur van de lente en nieuw leven verspreiden. De innerlijke bloei en compleetheid die hij voelt, geeft hem een oneindige bewegingsvrijheid. Hij kan elke richting kiezen. Binnen of buiten maakt geen verschil, want aan zijn vreugde en volwassenheid kan niet van buitenaf worden getornd. Hij heeft een periode van gecentreerdheid en expansie bereikt. De witte gloed om de figuur is zijn bescherming en zijn licht. Dankzij alle ervaringen in zijn leven heeft hij deze tijd van volmaaktheid bereikt. Als je deze kaart trekt, besef dan goed dat dit moment een geschenk meebrengt. Voor goed en hard werken. Je basis is nu stevig en het succes en geluk staan aan je kant, want ze zijn het resultaat van hetgeen je innerlijk al ervaren hebt. Dit is een geweldige toepasselijke kaart. Het heeft heel erg te maken met de zessen, want je bent op weg naar die gezetteldheid voor jezelf. Je hebt iets achter de rug en er is iets wat al in voorbereiding is en je weet zelf dat je deze stap nog te doen hebt
om uiteindelijk de stap naar jezelf verder te kunnen zetten en weer in rustiger vaarwater kan komen. Je weet het helemaal, schorpioen. Ah, ja, en of die stille bewonderaar ook die ex is, die dus af en toe een hint geeft en nou ja, wel gemaskerd is, dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. En ik hoop natuurlijk liever dat het iemand is, dat het een ander iemand is, zodat je misschien verrast wordt en afleiding hebt om je van dit verhaal een beetje los te kunnen maken. Maar ik denk dat de ex de stille bewonderaar is. En dan bedoelen we natuurlijk met stille bewonderaar iemand die zich niet kenbaar maakt, maar qua persoon, wie het is, de identiteit. Maar iemand die wel misschien een stille cadeautjes stuurt of hints. En je gaat bellen om toch nog een keer te praten. Nou, schorpioen. Ja, maturity. Het heeft ook alles te maken met volwassen zijn. Hè? Twee volwassen mensen die eigenlijk een beetje een kat-en-muisspel. Kat-en-muisspel. Ze spelen. Het is geen spel, maar het is wel een manier om nog binnen te komen. En de ander wil het eigenlijk niet. En dat is ook voelbaar voor die ander. Dus het is toch een dans waarin men samen danst om en een beetje nog om elkaar heen draait. Omdat geen van de partijen echt heel erg duidelijk is. Niet durft te zijn. Handelen uit angst. Ja, misschien wil je het nog niet helemaal loslaten, schorpioen. Of wil die ander jou nog niet helemaal loslaten? Kijk wat voor jou het beste is. Want dingen hoeven niet van vandaag op morgen. Neem er de tijd voor en adem in, adem uit. Succes!